Yo kijkertjes van Renting Direct Chat, jullie kijken naar een gloednieuwe video. Vandaag ben ik hier in mijn eentje een video aan het maken speciaal voor jullie. Laat alsjeblieft in de reacties achter wat jullie ervan vinden en of jullie het vaker willen zien. Mijn camera is weg omdat ik het niet voor elkaar kan krijgen bij OBS om zeg maar met een knopje mijn camera weg te halen of apart op te nemen. Dus ik doe het maar even zo. En nou, ik ben hem aan het inzuiden. En ik gooi er een timelapse erin, dus zien we jullie zo. Dus ik ben bijna klaar. En ik ben op dit moment klaar. En ik rij hem eventjes weer naar huis toe. Goed, ik ben weer bij de boerderij. En ik moet even... Ik moet even een saaimachientje wegzetten. Ik denk dat ik een ander plekje van plan ben dan dat ik hem heb weggehaald. Ik zet hem even hier neer. En ik zet trekker hem voor de stal neer. En ik ga even overtappen naar mijn money toe. En we gaan even kijken hoe het met de koetjes is. Er kan iets meer gras bij, dus dat doen we even. Zie ik jullie zo. Goed, ik heb nou alles als het goed is voor de koetjes alweer verzorgd. Zetten we de money toe weer terug en gaan we eens even kijken hoe het met onze plantjes staat. Eens even kijken. Daar hebben wij namelijk allemaal tarwe ingezaaid. Gaan we eens even kijken, hoe zit het daarmee? Geoogst, dat is aardig veel. Geploegd. Ja, we moeten wachten tot het volgende seizoen en dan ga ik zoveel mogelijk plannen inzaaien. Alles is nog goed bemest. En als ik nu even op Alt S kijk, kan ik alles zien van de seasons. Oogstseizoen van de tarwe gaat bijna van start. Dus we gaan de tijden wat sneller zetten. We gaan in GS. Zo. Zo. Als het goed is, moeten we als het goed is... Wat? Dat was een hele rare zin. Als het goed is, moeten we als het goed is... Als het goed is, moeten we... straks aardig wat geld bij krijgen. Want we hebben goede koetjes, nou. Ondertussen zal ik... Dit allemaal eens even uit zijn hok verlossen. Dus, hup. Zo, deurtje open. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja. Zo. Alleen, weet je wel wat dit is? Ik heb hier namelijk een bag staan. Van de... van deze dikke machine. Maar... Deze... Mooie case kan die niet meenemen. Maar die is geen trekker achter. Dus. Ik denk dat ik de case ga verkopen. En er heb ik mijn chandeetje voor weer koop. Dus dat komt voor de bak. Wat? Oh, wat een second. Die hebben we dan niet. Goed, scroll, scroll, scroll. Hey ja, titan. Is ook super random. Een bankje van de... Ding van, even kijken, even kijken, even kijken, even kijken, even kijken, hier.
Goed, dat moet genoeg zijn voor een John Deere'tje. Aangezien we niet zo'n hele grote machines nodig zijn. Want we hebben nog maar één klein veldje. Dus. Vroom, vroom, vroom. Goed, dan rijd ik deze ook in huis. Tot zo. Goed, wat de hek? Ik kan daarachter doorheen kijken. Dat hoort niet te kunnen. Zo. Zo. En nou even kijken hoor. Oh ja, daar was die voor. Alt S. Seizoenslengte 3 dagen. Sneeuw aan, sneeuwsporen aan, vochtigheid gewas aan. Help me nu aan. Dus what's next? Ik heb een heleboel banden van gras. Dat heb ik expres gedaan, maar die kun je niet kopen. En ik heb namelijk de mod erin zitten dat ik die gewoon wel kan kopen, zoals dit. Oh ja. Zullen we tractor pooling doen? Nee, ga ik even door. Daar ook wel een mooi ding. Arbeidskorp. Oh, die heb ik nog niet zien. Dat is wel mooi spul. Dat is mooi speelgoed. Hier wordt niks neus van te hebben, want wij hebben een mooie Nieuw-Hollander. Wat? Ik zag iets van Lily. Wat is Lily? Oh, die fiets. Yo. Eens even kijken. Nou, eens even weer terugkijken naar de koeien. Die hebben aardig wat vloeibare mest. Niet zoveel als dat ik denk dat ze zullen hebben, maar ik zal even kijken. Waar moet je dat ook alweer weghalen? Oh ja, hier zit de silo. Ah, ik verdrink. Ja. 2%. 75. Kan ik nummertjes erbij zien komen? In het hoekie? Is het nu nog 75? Oh, mensen. Dat was weer iets meer dan 75 erbij. Nou, in ieder geval, hey ja. Wel, was deze is heel slom en ik moest een backup halen. Dus ik heb hem gewoon op de money toegezet. Ben ik met de money toe naar de shop toegereden. Niet een van de slimste beslissingen trouwens, maar goed, het werkte dus. Daar ben ik al lang blij mee. Helemaal een goede kipper trouwens. Even kijken. Hey, we hebben nog niet eens een kipper. Wie heeft daar niet eens een kipper? Lamborghini hebben. Oh, daar hebben ze ook nog trekken van, ja. Ja, ik wist wel dat ze Lamborghini trekken, maar niet in farming, dat wist ik niet. Oh wacht, wat doe ik hier nou weer? Ik moet kipper hebben. Dat is wel een mooi spul, dat is ook wel een mooi spul, dat is allemaal wel een mooi spul, maar ik moet natuurlijk wel goed spul hebben. Ja, dit is goed spul. Ja. Goed. Dan pakken we deze en dan gaan we weer onderweg. Tot zo. Zo. Dus we zijn er al. En ik koppel hem nu in aan. Beetje lastig met deze besturing trouwens. Maar het moet maar. Nou, klaar is ik serieus over het algemeen om me te trekken. En we gaan weer naar huis. Tot zo. Goed, ik ben weer terug op de farm en ik ga heel in mijn trekkers schoon spuiten.
Ja, ik wou net zeggen. Je stiet toch wel in? Ja, je stiet erin. Ja, die classic cereals moet je wel schoonhouden. Dat is een mooi spul. En duur spul. Weet je dat wel? Duur spul. Heel erg duur. Het wordt weer bewolkt. Gaat straks weer regenen. Ik straks de hele kippen weer volstaan met water. Vind ik niet leuk. Vroom. Nou, ze kijken hier. Ja. Yeah. Jongen, 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 dat doen we erg lang, hè. Wil je wat we doen? Ik ga heel even op zoek naar de Time Fast Forward mod. En dan zie ik jullie zometeen weer. Yo, daar zijn we weer. Ik heb sinds de Time Fast Forward erin gezet. Dus, plantenverdorring stel aan. Dat is wel verdorven irritant. Ik ga alleen even kijken hier. Je wordt zo herfst. Oké. Okay. Herfst. Oogstperiode is aangebroken. Brekje. To do. Ik heb wat dingetjes te doen. To do, to do, to do. Goed. We pakken deze mooie, mooie, mooie combiners in. En we gaan dus in het werk mee, joh. We gaan dus in goed aan het werk. Ik heb nu al zin in de winter, hè. Ik weet niet waarom, maar ik heb nu al zin in de winter. Dat is wel verdomd mooi. Verdomd mooi. Nou, oh, hij is al net uit, phone. Ik wou net zeggen. Nou, ik hoef er niks van te maken, hoor. Dus je mag mij wat best verspreiden. Nou, ik zeg, ga je bij en ga drap. Geen wuf. Geen wuf. Geen wuf. Kereltje. Dat is mooier. Dat is veel en vele malen mooier. Het is oogseizoen, jongens. Het is zojuist herfst geworden. Die Time Fast Forward is super handig hierin. Want anders dan kun je namelijk heel lang wachten voordat alles gebeurt. Nou, dan laat ik nu eventjes de combine werk doen. Oh, en ik ga er een timelapse doorheen gooien. Dan zie ik jullie zo weer. Ja, jongens, ik ga heel in peace in de combine zitten, maar ik wil even kijken hoe vol is dat die zit. Ja, al 70%. Oké, okay, dat kan ermee door. Gasje erbij. Goed, dan oh, dat valt in. Ik pak in deze trekker. Oh nee, maar ik kan nog makkelijker de Exino pakken, maar dan heb ik direct de kippen daar ook staan. Namelijk. Ik heb de tent al 120 keer staan. Dat is niet zo handig, Reinder. Goed, dan gooi ik de wind timelapse erin. Dat zo. Ja, de combine is zo vol, dus ik rij alvast met de Xerion naar de combine toe. Ja, ik doe dit geen timelapse, dit giet wel snel hoor, maar gastje bij, dat wel.
Hey, ja. Hey, oh, wow. Zo, wow. Zo, je kan wel stumpen met deze trekkers, hè? Jongen, jongen, jongen. Beetje te veel gas. Grand Tank van Helper F is vol. Nou, was ik ook echt nog niet achter of zo, hoor. Nee. Mooi is, ik kan mijn Xerion, kan ik daar niet over hebben, dus ik doe gewoon zo. Ja, ja. Nou, dat gaat mooi zo, jongens. Dat denk ik mee. Jawa. Nou, die zit ook, leeg. Oh, god. Nou, gaan we verder, hè? Yo. Nee, zijn we dan. Jongens, ik hou zo even op mijn opnemen.